De kinderen van 12 jaar en jonger hoeven geen mondkap meer op, omdat de wetenschappelijke inzichten van de gezondheidsautoriteiten dat hebben bepaald. Ze hebben steeds meer onderzoek gedaan en nu blijkt dus dat de kinderen beneden 12 jaar niet zo in staat zijn om anderen te besmetten. Het is al een tijdje bekend, maar in Suriname hebben we het nog niet helemaal doorgevoerd. Nu we uitgebreid met onze eigen autoriteiten gesproken hebben, de minister van Volksgezondheid, het team dat zich bezighoudt met COVID, het COVID-team, en verschillende leerkrachten en ouders, is besloten van laten we het advies van de autoriteiten van de gezondheidszorg aannemen, overnemen en laten we het uitvoeren. De kinderen zijn dus veilig, omdat het een advies is van de WHO en een advies van onze eigen gezondheidsautoriteiten. Hun advies is wel dat de leerkrachten wel de mondkap op moeten hebben om zichzelf te beschermen. Dus kinderen, mondkap af als je op de lagere school zit, 12 jaar bent en jonger, maar de leerkrachten moeten het wel op hebben. Dat de scholen sluiten, een beetje vroeger sluiten, dat heeft alles te maken met de aanhoudende hitte. Het is in sommige klassen 34, 35 graden en dat is wat de gezondheid betreft van de kinderen niet goed. Ook die van de leerkrachten niet. Normaal gesproken was heel vroeger oktober al een maand waarin de scholen, we noemden het toen halve dagen, open waren. Dat is een oude gewoonte, maar nu, toen werd het een beetje minder heet en nu is het weer ineens enorm heet. En dan moet je luisteren naar de mensen die daar last van hebben, met name de leerkrachten en de kinderen. Vandaar dus dat we hebben besloten, de aanhoudende hitte, we gaan halve dagen draaien, in elk geval de lagere school tot 11:30 en het VUJ en VUS, dus MULO, LBO en de middelbare scholen tot 12 uur. Het verschil van een half uur heeft meer te maken met het feit dat je het verkeer een beetje ontziet als je het spreidt. En het heeft geen bijzondere andere reden dan een enorme hitte. We moeten gewoon luisteren naar waar die samenleving omvraagt en dus hebben we daar antwoord op gegeven. Nou, je weet je, je begint te werken met wat de gewoonte is en als je merkt dat dat niet kan, dus de gewoonte was 1 oktober starten en de scholen draaien normaal door tot 1 uur. Maar als er veranderingen optreden, als die samenleving om iets anders vraagt, dan moet je daar ook naar luisteren en dan moet je daarop inspelen. Vandaar dus dat we nu pas het besluit hebben genomen om vroeger dicht te gaan. De vraag of wij weer minder uren les hebben, ja dat klopt. Maar we hoeven ook daar niet erg druk over te maken. Meer in de zin van, er is iets heel nieuws aan de hand. We hebben een COVID-crisis. We hebben een overmatige hitte en je kunt niet doen alsof COVID er niet is. En je kunt ook niet doen alsof de hitte er niet is. En wat we wel gaan doen, is we gaan samen kijken hoe we het schooljaar afmaken en welke vakken anders moeten worden gegeven, zodat we niet te veel verliezen aan het eind van het schooljaar ook nog een redelijk resultaat hebben. Maar er zijn andere tijden, dus andere maatregelen. Dit besluit is genomen nadat er evaluatiegesprekken zijn geweest tussen deskundigen van het ministerie van Onderwijs en het ministerie van Volksgezondheid. Daar is aangegeven bij de recente evaluatiegesprekken dat de praktijk leert dat kinderen onder 12 jaar heel veel moeite hebben met het opzetten en het dragen en het aanhouden van mondmaskers. De deskundigen hebben zich erover gebogen. En uiteindelijk de inzichten wetenschappelijk
hebben aangegeven en aangetoond dat het gebruik van een mondmasker voor een kind onder 12 jaar niet verplicht is. Althans, de voordelen en de nadelen voor een mondmasker bij kinderen zwaarder wegen dan de voordelen. Enkele nadelen die we zien bij het dragen van mondmaskers onder 12 jaar is, het is 1. Moeilijk. Het is moeilijk dat kinderen het blijven aanhouden. Het zorgt voor aandachtsproblemen, concentratieproblemen bij kinderen. Maar in combinatie met de hitte vormt dat ook een enorme obstakel voor het kind en belemmert het ook de gezondheid. U begrijpt dat wij allemaal frisse lucht moeten ademen. En met name kinderen hebben daar erg veel moeite mee om ook nog te ademen in een gesloten ruimte, althans in een lokaal en een hitte. We hebben niet zomaar besloten. Het is niet de regering die dit besluit plotseling heeft genomen. Maar we hebben goed geluisterd naar de deskundigen en de kinderartsen met name. En in een vervolg interview zullen de kinderartsen ook aan het woord komen. Wat mijn advies is als minister van Volksgezondheid, maar ook als arts, kan ik u garanderen dat de regering de veiligheid van uw kind erg serieus neemt. Het opzetten van een mondmasker wordt door de WHO en door de CDC, maar ook de RIVM uit Nederland, voor kinderen onder 12 jaar afgeraden. Er is geen bewijs dat kinderen door COVID-19 ziek worden. Kinderen kunnen lichte symptomen vertonen. En als met dit gegeven begrijpt u dus ook dat kinderen minder besmettelijk of bijna niet besmettelijk zijn. Voor de ouders, het zal voor u natuurlijk, weet ik dat u in angst zal zijn. U zult een beetje vrees hebben om uw kind zonder een mondmasker naar school te sturen. Terwijl u van ons al die tijd al hoort dat uw kind uw mondmasker moet ophebben en dat iedereen een mondmasker moet ophebben. Maar ik mag u garanderen, er is genoeg wetenschappelijk bewijs om aan te tonen dat het opzetten van een mondmasker voor kinderen onder 12 jaar geen noemenswaardige voordelen heeft, maar ook niet noemenswaardige nadelen heeft. Er zijn protocollen ontwikkeld door het ministerie van Onderwijs en Volksgezondheid. Die zijn goed bekeken. Er zijn duidelijke richtlijnen. Wilt u praten over veiligheid? Dan moeten we de regels en de protocollen gaan lezen. En dat is heel simpel. Indien uw kind ziek is, verkoudheid heeft of griepverschijnselen vertoont, mag uw kind niet naar school. Evenzo geldt dat ook voor leerkrachten. Indien een gezinslid thuis COVID positief is, getest of suspect is, houdt uw kind thuis. Stuurt uw kind dan niet naar school. Dit zijn enkele zaken waarbij wij kunnen voorkomen dat er COVID besmettingen op school plaatsvinden. Niet het opzetten van een mondmasker zal dat bewerkstelligen. Belangrijk is de algemene maatregel aan uw kind wel door te geven, namelijk dat uw kind afstand moet houden. En dat is op school bekend. Tweede is dat de kinderen hun handen moeten wassen of het gebruiken van een hand sanitizer. Dat zijn voor dit moment de belangrijkste maatregelen die kinderen moeten nemen. Nogmaals, dit geldt voor kinderen onder 12 jaar. Kinderen boven 12 jaar zijn nog steeds verplicht om een mond-neusmasker op te zetten. Boodschap aan de leerkrachten. Ik mag de leerkrachten garanderen dat het ministerie van Volksgezondheid samen met uw werkgever, namelijk het ministerie van Onderwijs, in goed overleg is. Er vinden continu evaluatiegesprekken plaats. En ik mag u garanderen, u als leerkracht moet wel uw mond-neusmasker opzetten. Dat geldt voor leerkrachten, voor hulpleerkrachten, voor stagiaires. Zolang u volwassen bent, dient u uw mondmasker op te zetten. De kinderen hoeven dat niet. Let u daarop, u wordt medewerking gevraagd, de instructies van het ministerie van Onderwijs goed op te volgen. U wordt gevraagd om kinderen niet te verplichten om een mondmasker op te zetten onder de 12 jaar. Met de...